Swers meegeven met Bagayoko. De voorzet, dat is een goeie. En kijk eens aan, wat een doelpunt. Het is Pieter Gerkens. Pieter Gerkens, je scoort vandaag weer een fantastische goal met een fantastische omhaling. Hoe voelt dat? Het gaat redelijk goed. Ja. Ik denk de enige manier waarop het nog beter zou kunnen gaan is als we nu uiteindelijk ook nog gewonnen hadden. Maar ik ben inderdaad wel redelijk blij met mijn goal. Ja. Oefen je daarop? Goh, ik denk het moeilijk is om daarom te oefenen. Want ja, ik denk dat je een beetje geluk moet hebben met de bal die op die plaats komt. Wat het mogelijk is om het te doen. Dus oefenen is moeilijk, maar ja. Ja, dan de wedstrijd 1-1. Zat er meer in, denk je? Goh, ik denk dat het een redelijk open wedstrijd was. Ik denk dat zij, zowel zij als wij, de kans gekregen hebben om te winnen. En ik denk dat, ja, in die zin zat er wel meer in. Maar voor hetzelfde gaat dat hier ook vandaag verloren. Dus ja, ik denk dat gelijkspel al bij al wel tevreden. En nu volgende week nog thuis tegen Charleroi. Wat verwacht je daarvan? Goh, ik hoop dat het een mooie wedstrijd gaat zijn. Hè. Ik denk dat we er als ploeg vooruit voor willen gaan om toch nog te afsluiten met een overwinning. Want het is al een tijdje geleden. En ja, ik hoop dat de supporters ook aanwezig gaan zijn. Want ik denk dat de laatste thuismatch van het seizoen dat we er een mooi feestje van kunnen maken.